Micro-ondernemers moeten de kans krijgen om hun doorbraak te maken. Dit benadrukte Harry Soeklaal, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname, ACMOS. Dat was gisteren tijdens een ondernemersavond op de dag van de ondernemers in het Lalaroek-gebouw. Volgens de voorzitter moet er nu veel gereflecteerd worden op de uitdagingen waarmee de zakenwereld te maken krijgt. Sterke verhalen en innovatieve ondernemers naar voren te brengen. Maar zeer in het bijzonder de micro-ondernemers willen we heel veel aandacht geven. We zijn hier vandaag samengekomen om meer te horen over twee mooie projecten. Maar ook om te reflecteren op de uitdagingen en kansen waarmee u als ondernemer dagelijks te maken hebt. De ACMOS wilt u allen bedanken voor uw toewijding, vastberadenheid en harde werk. Ondernemen is een avontuurlijke reis. En het is dankzij uw inzet dat onze gemeenschap kan groeien en Suriname er beter van wordt. In de huidige economische context kunnen we niet ontkennen dat er obstakels zijn. Of het nu gaat om veranderende marktomstandigheden, toenemende concurrentie of de onvoorspelbaarheid van wereldwijde gebeurtenissen. We begrijpen dat u dagelijks strategische beslissingen moet nemen om uw bedrijf te laten floreren. Soeklaal zegt dat de ACMOS als belangenorganisatie er is om ondernemers te ondersteunen, omdat de branche het niet makkelijk heeft. Tijdens de ondernemersavond hielden twee ondernemers presentaties over de branche waarin ze werken. Adit Munsi, directielid van Lal Farms, vertelde hoe het loopt met de grootschalige productie van kersen in Kommerwijnen. Bij Soelen nu uitbreiden. We willen nog 19 hectare ontwikkelen dit jaar. Zodra we de rest van het terrein ter beschikking krijgen, willen we daar ook nog 50 hectare daar uitbreiden volgend jaar. En we hebben ook aanvraag lopen van 17 hectare. Hopelijk krijgen we dat. Dan kunnen we eigenlijk onze fabriek allemaal verhuizen naar Mariënburg Soelen, zodat we in plaats alles kunnen doen. En daar hebben we een centrale plaats van export ook en dichter bij huis. En uiteraard willen we kijken als we genoeg oogst hebben. Dan kunnen we vriesdraai doen waarbij we dan de poeder kunnen maken om te exporteren. Dan krijgen we veel meer waarde. Munsi zegt dat de vraag naar kersen, weer bekend als acerola-fruit, groot is in de buurlanden. Hij gelooft dat daarom gewerkt moet worden om de fruitproductie te verhogen, omdat daarmee veel geld te maken is.